Als je daar waar die eigenlijk weer over staat, ja, dan Ja, nu kan ik dat wel staan. Dank u. Ja, voor sommige leerlingen zou het ja, dit wel een dag, maar het zou wel ook de ochtends kunnen wel af en toe. Ja. Maar de meeste leerlingen komen in de middag. En van binnen ga je vestigen. Ja, precies. En het daklijk is 10. Zijn we dus heel blij als de mensen meehelpen. Maar is het toch allemaal? Dat was de eerste tijd dat je het
voor op de video? Ja, maar je mag eigenlijk wel. Nee, dat is een hele leuke. Nee, dat is een hele leuke. Weet je precies van welke. Ook van ooit een in de mok en Armando. Armando, ja, Armando. Dat is ook wel voor jou, hè? Wij zijn ook vrij recent. Jij is helemaal nieuw. Ja. Okay. Nou, we zijn al een half jaar. Dus je hebt wel wat gemist, begrijp ik. Ja, aangenaam. Je komt mooi spelen hier, had ik begrepen. Ja. Nou, dat is geweldig. Ik heb toch een beetje vervallen spelen. En dan heb ik ja, ja. En waar komt even naast als je het even spreekt? Dat we eerder hadden zullen beginnen en ik heb Herbert de verkeerde tijd doorgegeven. Maar zoals gewoonlijk komt hij zijn afspraken na en is hij hier. En helemaal speciaal om de piano te openen. Je hoorde dat hij al een stukje open was, want ze kon al spelen. Maar er is een piano aangekocht door de gemeente en de gemeente zou het erg leuk vinden als hij in allerlei instellingen staat, geleend kan worden. Dat kan allemaal van de gemeente. Je kunt ook zien, het staat op. Het is de piano van de gemeente. Die krijgen we hier. En omdat we de allereerste zijn die hem mogen lenen, heeft Herbert gezegd, dan vind ik het ook wel leuk om het aan jullie weg te geven. De piano. Oké. Okay. Dames en heren, goedemiddag jongens en meisjes. En speciaal jullie natuurlijk met jullie mooie kleding. Fijn dat we hier mogen zijn, zondagmiddag. Ja, de eerste keer de piano van de gemeente Amstelveen. Mogelijk gemaakt door de gemeenteraad. Bette Pijper volgens mij was een van de mensen die zei van laten we dat gaan doen. En overal op de wereld staat zo'n piano. In Jeruzalem op een mooi plein, er staat gewoon een piano op straat. Daar kunnen mensen lekker spelen. Kortom, dat sfeertje willen we in Amstelveen ook. Dank dat u er ook bent, want u hebt prachtig al gespeeld. En nou, ik weet dat u fantastisch kan spelen en ik hoop dat u er nog heel veel van kan genieten. Onze stadsdichter wil ik toch nog even speciaal een welkom voor heten. Want ik hoor net dat u naar Amsterdam is verhuisd. Dus dat is wel heel fijn, fijn dat u bent. En ik weet dat u er nog een mooi dicht van maken. Dus dat is. Ik wil u een hele mooie dag toe wensen. Veel plezier allemaal. En het is zo ontzettend fijn, en dat zeg ik ook even naar jou, dat jullie dit gebouw weer open hebben gezet. We hebben er zo naar gesnakt, hè. Corona, het heeft veel te lang geduurd. Maar je doet het weer, je doet ontzettend veel. Dank je wel daarvoor.
En daar vind ik voor jou en voor alles wat je doet met je mensen een hartelijk applaus. Veel plezier. We krijgen straks nog een opening. Ik zal het even door de microfoon zeggen. Want dit is een dubbel opening. Dubbel opening. Dubbel opening. Oké. Eerst starten we hier met de piano. En Herbert wil niet alleen maar genieten van de piano, maar ook van de Japanse theeceremonie. Daar gaat hij straks even heen. En daarna gaat de stadsdichter en een dichter van de haiku-vereniging buiten de rest openen. Dit stukje is al geopend, plus piano, maar de rest wordt straks door de stadsdichter en door de haiku-vereniging. Beslissing binnen de gemeente mogelijk, hè? Ik zal de burgemeester een plaatje geven. Heel goed. En dan is dit uitgekozen vanuit Jacob, dat is het Japanese Communities Platform, als cadeau voor jou. Oké, ontzettend lief, dankjewel. Maar ze willen graag dat het even uitpakken. En Osada staat naast je. En die kan er alles over vertellen, want het is niet zomaar een cadeau. Het is iets wat gemaakt is door een groep die al 350 jaar bestaat. En dit is iets wat je niet overal kunt krijgen. Ja, je kunt het in plastic overal krijgen. Het is nog 50 euro, want dan het is net 49,95. Ja, dank u wel. Ontzettend dank. Ja, dank u wel. Ja. Goed, dan moet je. Ik heb begrepen dat ik nu snelheid moet maken. Iedereen welkom bij deze opening. Heel bijzonder dat we er twee hebben. Herbert heeft net de piano geopend. En nu gaan we het festival openen van SHKB Kunstlokaal. Van Jacob, de Japanese Communities Platform. Van Duikteam Nemo. En van het gitaarcentrum Fuji-Tiki. Oké. Dan wil ik graag de stadsrechter vragen om hier te komen en zijn uitgebreide gedicht aan ons voor te lezen. Dat
Dankjewel. Hoort u mij zo ook of heeft u liever dit? Zegt u het maar. Hoort u mij goed? Ja? Nou, dames en heren, wat een eer, Hans, om deze opening te mogen doen. Samen met de muziek en de wethouder die dan ineens prachtig piano speelt. Het is een heel bijzonder, want zoals Hans zegt, er is hier een duikvereniging in het gebouw. Er is de Japanse community platform in het gebouw. We hebben SAKB en we hebben Gitaarcentrum Amsteland. Vier schitterende hobby's zou je kunnen zeggen in dit gebouw. En wat ik mij afvroeg is, wat hebben die nou met elkaar gemeen? Als je de gitaar bekijkt, iedereen kent die openingsakkoorden van Angie van de Rolling Stones. Eén slag op de gitaar kan je in een andere stemming brengen. Kijken wij, is daar het Gitaarcentrum? Als je kijkt naar de duikvereniging, de duikvereniging Nemo, zoals die heet. Waar zijn de duikers? Waar zijn de duikers? Ik begrijp. Onder water. Ik vroeg mij. Onder water. Hier. Ik vroeg mij af, wat doen die in dit gebouw? Is hier soms een stiekem zo'n onderwatergang richting de pool? Zo, heel geheimzinnig. Maar het blijkt dat ze hier bardiensten draaien en de flessen vullen. Dit is hun home. En dan hebben we natuurlijk de schitterende Japanse vereniging waar we alles al van zien. De expositie, de ongelooflijk zen sfeer waarin je komt als je de mensen alleen maar aankijkt. En dan de kunst die ze brengen en de theeceremonie. Prachtig. En de SAKB kunstlokaal. De kunst die hier hoogtij viert in, nou ja, het staat er op het bord. Er wordt keramiek gedaan, er worden schilderijen gemaakt. Er worden tekenlessen gegeven. Beeldhouwen. Fotografie. Grafische technieken. En voor de jongeren, want zoals Hans Janssen in een interview onlangs zei, is dat in het oude Griekenland de jongeren al meegenomen worden. En dat de cohesie in een stad door kunst en cultuur kan worden opgeworpen. En dat je dan iedereen betrokken moet maken. En dan vooral de jongeren, zoals in het oude Griekenland. Een hele interessante gedachte van jou, Hans. Vandaar dat we net ook op de grond de kinderen al lekker lagen in de rust van de dwarsfluit hoorden tekenen. Het is prachtig wat hier samenkomt. En wat is dan de gemene deler, behalve dan het feit dat jullie allemaal hier ruimte huren? De gemene deler is dat jullie allemaal hier komen voor jezelf en voor jullie toeschouwers. Denk ik omdat jullie verzamelaars zijn van ogenblikken van geluk. De haiku-vereniging die hier zo komt is bij uitstek de eeuwenoude Japanse kunstvorm waarin één ogenblik kort wordt vastgelegd. Maar ook een schilderij maken in een kunstlokaal. En dan het langzaam op je doek zien ontstaan, dat moment is ook een ogenblik. Of dat moment dat je in de pool eindelijk dat 17e eeuwse fregat vindt. Die zullen er niet liggen, denk ik. Maar het duiken is natuurlijk een onderwaterwereld die wij niet zien. Maar de hele wereld bestaat uit water. En wij zien die onderwaterwereld niet. Maar die is er en die is groter dan de onze. Ook dat geeft ongelofelijke dingen. En de kunst. Dat is volgens mij de gemeen deler, Hans, die hier vandaag tot een grote culminatie komt, tot een hoogtepunt. En de grap is dat ik dacht, laat ik er dan één haiku bij pakken vandaag. Dus ik naar Wikipedia en daar vond ik een haiku en de vertaling ervan uit het Japans was zo mooi dat ik denk, dat is hem. Kom ik hier net bij de haiku-vereniging, waar is de voorzitter? Blijkt dat zij exact van alle miljoenen haiku's die er bestaan, heeft zij ook voor vandaag die haiku uitgekozen. Dit is een onwaarschijnlijk toeval dat al het grote van de wereld samenkomt in één tekst die wij allebei tegelijk hebben uitgekozen. Die tekst van Matsuo Basho ga ik in het Japans doen en die gaat zij straks in het Nederlands doen. Dus ik doe hem in het Japans en u zult horen dat u er geen snars van begrijpt, tenzij u uit dat fantastische schiereiland van een fantastische eiland komt. De tekst van het ogenblik van geluk van Matsuo Basho is, en ik hoor graag straks of het goed gaat, Furu Ikeya Kawazu Tobikomu Mizu no Oto. Ik moest heel erg denken als je de Japanners ziet aan die zen die ze meebrengen en de zen die de haiku geeft en die de hele cultuur over ons heen brengt, die rust, moest ik denken aan een Chinees gedicht wat door Lai Po, een beroemde Chinese dichter, is geschreven en waar Mahler het lied van de erde op heeft gebaseerd. En het is een scène van iemand die
bij de volle maan een fles wijn drinkt. En eigenlijk beseft dat hij alleen maar zichzelf, zijn schaduw, de maan en het meer nodig heeft om gelukkig te zijn. I take a bottle of wine and I go to drink it among the flowers. We are always three, counting my shadow and my friend the shimmering moon. Happily, the moon knows nothing of my drinking and my shadow is never thirsty. When I sing, the moon listens to me in silence. When I dance, my shadow dances too. After all festivities, the guests must depart. This sadness I do not know. When I go home, the moon goes with me and my shadow follows me. Lipo, 7e, 8e eeuw. Het is ongelooflijk hoe woorden ons in dit schitterende verhaal trekken wat het bestaan op aarde is. En ik wil afsluiten met even meenemen naar de SHKB. Op dinsdagmiddag in dat lokaal, dames en heren. Op dinsdagmiddag, iedere dinsdagmiddag, komt daar een groep kunstenaars samen. En die gaan met elkaar schilderen. De leraar geeft een opdracht. En ze doen hun werk. En daarna lopen ze met hun schilderij onder de arm weer naar buiten. En dit is wat ze dan zien. Dit schitterende Amstelveen. Dit wellnesscentrum. Waar het heerlijk is om te leven, omdat het bestaan op aarde een wonder is. En ik heb me bedacht, hoe voelen die mensen zich als ze hier op dinsdagmiddag komen, een kopje koffie nemen, kennis maken, de leraar een gesprek laten houden over het thema van de dag, aan het werk gaan, na afloop de kwasten wassen, hun ezels weer parkeren en met hun schilderij onder de arm gelukkig naar buiten lopen. Hoe voelen ze zich? En ik wil jullie, Hans, het bestuur, iedereen die hier vandaag dit fantastische dagje doet, feliciteren met het geluk dat we in dit schitterende gebouw die kunst hier hebben. En dat wij ons hart eraan kunnen ophalen en nog meer kunnen genieten van deze schitterende stad. En dat wil ik als dus doen. Het gedicht heet Middag in het Kunstlokaal. Metafoor voor alles wat je wil bereiken. In 2,5 uur stilte, krassen, kwasten en in kaart en doek door kleur. De ruimte sacraal. Neusvleugels trillen, doordrongen van de geur van verf, stof, ezel. Een feest. Het lokaal vult zich met plannen en verwachting. De meester verklaart de les multilateraal geopend, waarna de geest bedaart. Het doek is leeg. Het thema van de week staart je carte blanche aan. De tijd verstrijkt. Net als het licht door de gordijnen. En middenin en uit haar banen valt altijd dat moment. Ongrijpbaar, maar toch heel even. Dat je het plots ziet. Op je doek, om je heen. Het moment. Het leven. Dan wassen we de kwasten. Ezelstallen. Niet zomaar in 5 rijen van 2 AUB. En voldoende afstand tot de kast. Een laatste woord van de leraar. En met de hele wereld onder je arm treed je haar anders binnen, omdat je je leven in dit zalige oord weer nieuw ziet, voelt en hoort. Bedankt, geniet van de dag. Tot de volgende keer. Leuk zien we niet over, maar heeft een dubbele bodem en vraagt het heer van de lezer. Nou, we hebben ook een beetje zeezuurwoord. Belangrijke element in de Japanse haiku is gebruik van een seizoens gebonden woord. Overigens komt ook in Japan de seizoenloos haiku tegenwoordig steeds meer voor. Hier komt Basho haiku die Matthijs in het Japans voorgesteld hebben. Dit is een goed voorbeeld van Basho. Misschien kunt u niet zo goed deze, maar all out of paper. De kika springt van de kap, geluid van water. Haiku wordt altijd 2 keer gelezen. Oh, out of paper. Een kika springt van de kap, geluid van water.
Basjo heeft deze huid gemaakt in 1686. Ik heb net gesproken over zevende gevonden woord. Hier in Basjo Ik ga het ook maar even... ben ik zo goed te verstaan? Ik ga jullie even iets vertellen over de Haiku Kring Nederland. Die bestaat intussen al 40 jaar. We hebben net ons jubileum gevierd. En een van de grootste drijfveren is mevrouw Van Toren. Zij heeft als een van de eerste een boek geschreven over wat haiku is en ook de oude Japanse haiku's vertaald. Het boek heet Een jonge maan en dat is in de 70e jaren geschreven, maar het is nog steeds als e-book verkrijgbaar bij winkels. Dus in 1980, mei 1980 is de vereniging opgericht. En gelijk waren er overal in het land. Ontzettend bedankt. Nou, ik heb hier nog een haiku van Tini. In geurige zonlicht ontwaak ik hier uit mijn dromen naast de rozentaal. In geurige zonlicht ontwaak ik uit mijn dromen naast de zonnentuin. Zonnentuin. Hier staat heel Japans letters, maar ik heb zo vertaald. Yume samete nikko kaoru bara no sono. Yume samete nikko kaoru bara no sono. Ja. Dank u wel voor uw aandacht. En ook natuurlijk. Ja hoor. Ja, van de tuinvereniging Nesserlaan. Wauw! Een kistje van het tweede thuis. Tweede, ja. En het is allemaal echt vers, onbespoten. En ja. Iets waar je heel veel plezier van kunt hebben. En wat ook erg lekker is. Ja. Deze moet je even tot in de winter laten staan. Dan wordt het nog beter. En hetzelfde geldt voor het zuur en voor de, nou, de appelmoes is op dus. Oké. Okay. Yes. Ja, dank u wel. Appelmoes, bedankt verder. Je kan meenemen. Dank u wel. En we gaan verder binnen. Het wordt al druk.